Hoi hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag zien jullie een helemaal andere achtergrond. Mijn nieuwe boekenkasten zijn er. Ik kan weer heel veel nieuwe boeken kwijt. Andere boekenkast begon ik wat uit te groeien. Dat stond vrij vol. En nou heb ik weer plaats. Plaats om de boeken te zetten die ik deze maand gelezen heb. Het zijn er 9. Oké, ik heb dus 9 boeken gelezen deze maand. Zoals jullie zelf zullen zien, ik heb van het meeste gewoon heel erg genoten. Maar we gaan er zo direct dieper op in. Het eerste boek is het geheugenboek van Lara Avery, uitgegeven door Luiting Seidhoff. Gaat over Sammy. En Sammy is een meisje wat aan een heel zeldzame ziekte leidt. En die ziekte zorgt ervoor dat ze haar geheugen gaat verliezen. Daarom begint ze alles op te schrijven of in ieder geval een dagboek bij te houden, zodat als het later haar geheugen verloren is, ze daarin terug kan lezen. En eigenlijk kan terug herinneringen ophalen terwijl dat ze niet meer in haar hoofd zitten. Ik dacht in eerste instantie dat het een vrij negatieve impact zou hebben, maar het is eigenlijk, ze bekijkt het alles heel positief. Het is vlot geschreven. Leuk is ook wel hoe dat het begin van de schrijfstijl is als ze het boek begint. Ten opzichte van op het einde is gewoon een mega groot verschil. Ook de ontwikkeling die ze doormaakt door heel het verhaal. Eerst is ze een nerdje wat heel erg wetenschappelijk alles benadert. En ze ontwikkelt zich dat ze veel socialer wordt. Het wordt allemaal veel gewoner. Ik heb genoten van het boek. En achteraf, het moet wel even bezinken. Als je klaar bent mee lezen, dan het pakt toe wel even. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Het tweede boek is Veronique van Michelle Visser. Hij weerspiegelt wat. Uitgegeven door Boekerij. En dit boek is een historische roman. Hoe ben ik hierbij uitgekomen? Ik was naar een voorstelling geweest van, of een presentatie geweest van Kim ten Tuscher van Lilith. En Michelle van Boekenbal tot Schrijfritueel. En ja, dan was mijn nieuwsgierigheid wel gewekt en wilde ik zeker iets van Michelle lezen. Ze schrijft heel vlot. Historisch dus. In dit geval gaat het over Veronique. Veronique is een meisje van 18, eigenlijk een adellijk meisje van 18. En zoals het in die tijd eigenlijk ging, moet er een man voor haar gezocht worden. Nu heeft de vader van Veronique een hoop schulden achtergelaten. En is het van belang dat Veronique trouwt met een rijk iemand, zodat ze het landgoed kunnen blijven behouden. De toekomstige schoonfamilie van Veronique is geen adel en willen juist in die adellijke kringen introuwen om zo hun bedrijf eigenlijk nog te vergroten. Wat je heel goed merkt in dit boek is, het is in die tijdsgeest geschreven. Het is op het moment dat eigenlijk de eerste vrouw aan de universiteit wordt toegelaten en de eerste vrouw mag verder studeren. Dus we zitten in die omkanteling van een vrouw bij de haard en mag nergens in iets te zeggen hebben en moet alleen maar luisteren naar een vrouw die zich eigenlijk meer gaat profileren, moet ik het misschien nog niet noemen, maar die eigenlijk meer terug wat te zeggen krijgt. Dus dat is de tijdsgeest. Ik zeg, het is heel vlot geschreven. Je staat soms wel even te denken van, wow, was dat toen echt zo? Ja, blijkbaar, want ik weet nu van haar als het allemaal wel heeft nagekeken. Dat was toen zo. Dus op dat vlak heeft het ook weer wel impact. Ik heb het ook 4 sterren gegeven. Dan heb ik het laatste deel gelezen van de Dragan Doeman-serie. En kijk hoe mooi cover. Ik blijf hem gewoon kei mooi vinden. Van Patty van Delft, Het Zwarte Kristal. Jill en Skyler zetten hun avontuur verder. Ik ga er voor de rest niet veel van vertellen. Ik heb het 4 sterren gegeven. Ik vind het echt een serie. Ik moet hem ook gewoon lezen. Dan weet je pas wat ik bedoel. Het vierde boek wat ik gelezen heb is De Vrouwen van Mirdin, geschreven door Katinka van Sprundel en uitgegeven door Skelta.
Dit boek gaat over Iris. En Iris is de dochter van het prinsdom van Dyfed. Maar Dyfed is overgenomen door de andere wereld. Daarom is zij met haar moeder moeten vluchten. Haar vader is in oorlog en is verdwenen tijdens de oorlog om de landen, eigenlijk heel de koninkrijken eromheen. Zij is dan gevlucht naar koningin Aranrod. Ik vind het echt een tongbreker. En is daar 7 jaar in dienst geweest tot haar 18e verjaardag. En dan zou de koningin haar helpen om haar koninkrijk, om haar prinsdom, eigenlijk terug van de andere wereld over te nemen. Of haar een alternatief land te schenken. Nu, die hulp die ze gehoopt hadden, die zij gehoopt had voor Dyfed terug te overwinnen op die andere wereld, die geeft Aranrod niet. Ze zegt dan dat ze de spookeilanden, Myrdhinn, dat zij daar de vrouw van wordt. Zij wordt naar die eilanden gebracht en daar begint eigenlijk haar avontuur. Voor mij was het een boek wat ik misschien iets te veel van verwacht had. Ik vond hem leuk om te lezen, daar niet van. Absoluut. Er kwamen heel leuke sprookjesfiguren in, maar het ging wat trager. Het verhaal bouwde wat trager op. Heel mooi gedaan. Echt waar, de wereldbouw vind ik heel goed. De geschiedenis die ze eromheen heeft gebouwd, van wat is er gebeurd die 7 jaar geleden, die worden heel mooi weergegeven door middel van de flashbacks. Maar het kon me niet helemaal grijpen. Dus ik heb hem met veel plezier gelezen. Maar om te zeggen van ja, ik werd gegrepen. Nee, bij mij niet, maar dat zal waarschijnlijk aan mij liggen. Ik heb het boek 3 sterren gegeven. Dat heb ik gelezen. Op de rand van het niets van Corine Duivis, uitgegeven door HarperCollins Young Adult, is een boek van mijn nicht. Stond ook al lang op mijn lijst die ik graag wilde lezen. Dus daar ben ik dan deze maand aan toegekomen. Het gaat over de 16-jarige Denise. En die wacht op de inslag van een komeet. Het is zo, een aantal mensen zijn omwille van ofwel hun beroep en hun kennis, ofwel door middel van loterij uitgeloot om met de generatieschepen, met de ruimteschepen, de ruimte in te gaan voor de inslag van de komeet, zodat zij veilig zijn. Maar Denise is daar niet bij. Niet zij, niet haar moeder, niet haar zus. Daar begint het verhaal eigenlijk. Ze wacht op die inslag en die inslag komt er ook aan. Maar ze gaan dan toch wel vluchten en dergelijke. Het is geschreven, als je kijkt naar de schrijfstijl, is niet zo vlot als in andere verhalen. Waarom niet? Het is geschreven vanuit Denise en Denise is autistisch. Met als gevolg dat de zinsbouw en de zinsconstructie anders is als je in veel andere boeken leest. Voor mij daarom eigenlijk des te aantrekkelijker om te lezen, omdat ik gewoon in mijn omgeving redelijk wat te maken heb met autisme. En dan denk ik dat ik ook een beetje beter beeld krijg van wat kan er in een hoofd van iemand die autistisch denkt afspelen. Ik kom er vrij veel mee in aanraking, dus op dat vlak ook zeker een must-read voor mij. Ik heb het boek 4 sterren gegeven. Ik vond de verhalenbouw leuk. Als je door het warrige schrijven soms heen leest, is het heel spannend. Denise ontwikkelt heel erg van een meisje wat heel erg op zichzelf staat naar veel socialer, veel van oh, ik mag er toch wel zijn en er wordt toch wel naar mij geluisterd en al die dingen meer. Dus op dat vlak heel goed gebracht. Dan heb ik gelezen Warcross van Marilou, uitgegeven door Best of YA. En je zag hem hier misschien al staan. Ik heb ook de geweldig mooie
portret van haar. Het boek gaat over de hacker Emika. En Emika die speelt eigenlijk een spel, een virtual reality game. En komt daar, er is een wereldkampioenschap en die hackt ze. Ze verschijnt opeens in beeld, verdwijnt daarna uit beeld. En dan heb je natuurlijk de poppen aan het dansen. In die zin dat iedereen naar haar op zoek is. Omdat hoe het, met de vraag hoe het kan dat zij in dat spel opdook, net in die wereldkampioenschappen. En ja, hoe haar dat gelukt is. Ze krijgt van de ontwerper van, de, van het spel krijgt ze een wildcard. En daar kan ze dus uiteindelijk wel meedoen met die kampioenschappen. Als je van de Hunger Games houdt en die dystopian, meer is dit gewoon... nou, dystopian is het niet. Het is sci-fi. Dat wel. Speelt in de toekomst en heel veel met computers. En toch is het kei leuk. Ik heb het boek 5 sterren gegeven. Dan heb ik deze maand met de blogtour meegedaan van Wonderland. Ik zal jullie het videootje hierboven even linken. Mijn kerstboom staat nog niet, maar het zal niet lang duren. En ik heb stukje bij beetje gelezen, anders stond mijn kerstboom nog voor mijn boekenkasten, denk ik. Ja, heel leuk boek. Kijk vooral even de video hierboven, dan weet je wat ik ervan vond. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Het laatste boek wat ik aan jullie wil laten zien is De Poortwachters. En hij heeft ook weer zo'n kei mooie cover. Van Olivijn, De Orde van de Poortwachters. Het eerste deel uitgegeven bij Gordijn Publishing. Ook hiervan heb ik een videootje hierboven met daar de recensie en dergelijke in. Ik heb hem echt mega, mega graag gelezen. Ik had hem ook heel snel uit. Maar kijk vooral hierboven. Dit waren de boeken die ik in november heb gelezen. Ik hoop dat je de video leuk vond. Duimpje omhoog kan altijd. Abonneren maak je me mega blij mee. En ik zie jullie de volgende keer. Adieu!